lake was 6 jaar bewoond. Ja, ja. Maar dat is Chinese schilderij, Chinese techniek. Op de rest papier met inkt en waterverf. Doordat krijg ik eigenlijk een stevige basis techniek. Want op de rest papier moet je in één keer goed doen. Je mag niet veranderen, je mag niet herhalen. Je moet goed kijken waar en wat. En hoe, welke kleur en welke vorm gelijk in één keer allemaal zitten bij elkaar. Dat is niet makkelijk om nog de vorm te verbeteren. Dus ik gebruik de Chinese techniek ook naar de westerse schilderij. Ik vind deze kleurstof is de, voor mij is het beste materialen. Dat ik houd van naad in naad schilderen. Want olieverf blijft heel lang naad. Dat is een heel groot voordeel. Ik doe heel vaak op mijn schilderij gewoon gelijk mengen en schilderen.